Het haar is verdeeld in een zijscheiding. Bij de scheiding laat ik een strookje haar los en aan de voorkant laat ik ongeveer 1,5 centimeter haar los, langs de hele contourlijn tot in de nek. De rest van het haar is in een staart. Het strookje bij de scheiding verdeel ik in tweeën en de rechter gaat over de linker. Aan de linkerkant pak ik er een plukje haar bij, die gaat naar rechts. En aan de rechterkant pak ik een plukje van de streng en die gaat naar links. Hou je handen op de plek waar jij de vlecht heen hebben wil, zodat je hem goed stuurt. Ik vlecht hem ook niet te strak. Aan het einde vlecht ik hem nog een klein stukje door, maar dan alleen de plukken van de strengen. Ik pak er niets nieuws meer bij. Dan gaat er een elastiekje in. Ik pak weer het strookje van de scheiding en de linkerkant gaat over de rechterkant. Aan de rechterkant pak ik nu een plukje erbij en aan de linkerkant pak ik een bestaande pluk en die gaat er overheen naar de andere kant. Eerst gaat de linkerkant over het elastiekje heen en die zet ik vast met een schuifspeldje. De rechterkant zet ik onder het elastiekje vast met een schuifspeldje. In het midden gebruik ik een steekspeldje om de plukken bij elkaar te houden. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!